In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, één God. Amen. De heilige van deze week is Sint Marcus. Sint Marcus was de eerste paus van Alexandrië. Ook was hij een van de 70 apostelen. Zijn echte naam was eigenlijk Johannes en hij is geboren in Cyrene. Zijn vader heette Aristobulus en zijn moeder heette Maria. Toen zij naar Jeruzalem zijn verhuisd, is zijn naam veranderd naar Marcus. Zij waren Joods, rijk en van grote aanzien. Sint Petrus is degene die Sint Marcus heel veel heeft geleerd over de christelijke leer. Op een dag liepen Sint Marcus en zijn vader langs de Jordaan. Terwijl zij liepen kwamen zij een leeuw en een leeuwin tegen. De vader van Sint Marcus was hier erg van geschrokken en zei tegen Sint Marcus dat hij moest vluchten. Sint Marcus weigerde dit te doen omdat hij erop vertrouwde dat God hen zou beschermen. Hij bad tot God en vroeg om zijn bescherming. God had zijn gebeden verhoord en zorgde ervoor dat de leeuw en de leeuwin meteen waren doodgevallen. De vader van Sint Marcus was hier dus erg van onder de indruk, waardoor hij in God begon te geloven. Nadat de Heer Jezus naar de hemel is opgevaren, is Sint Marcus over Jezus Christus gaan prediken. Toen Sint Marcus onderweg was naar Alexandrië, is zijn schoen stuk gegaan. Hij is toen naar een schoenmaker gegaan, genaamd Annianus in Alexandrië. Toen Annianus de schoen van Sint Marcus aan het repareren was, verwondde hij zichzelf, waarna hij iets in het Grieks riep wat betekende één God. Sint Marcus vroeg aan hem of zij daar God kennen. Daarop antwoordde Annianus dat zij God niet kennen, maar dat zij hem wel roepen. Hierop ging Sint Marcus aan Annianus vertellen over de val van Adam en Eva, de schepping en nog heel veel andere verhalen. Daarna pakte Sint Marcus een stuk klei, hij spuugde erop en zette het op de wond van Annianus, waarna zijn wond gelijk is genezen. Annianus was hiervan onder de indruk en nam Sint Marcus mee naar huis, waarna Sint Marcus verder ging met prediken en ook het hele gezin van Annianus heeft gedoopt. Steeds meer christenen begonnen te geloven in de Heere Jezus. De heidenen hadden dit ook opgemerkt en konden dit niet accepteren. Zij maakten een plan om Sint Marcus te vermoorden. De andere gelovigen merkten dit ook op en zeiden tegen Sint Marcus dat hij moet vluchten. Steeds meer mensen begonnen te geloven in de Heer Jezus Christus. De heidense mensen hadden dit ook opgemerkt en konden hier helemaal niet tegen. Zij maakten een plan om Sint Marcus te gaan vermoorden. Sint Marcus ging naar Alexandrië, waar hij meerdere diakenen, priesters en Sint Annianus tot bisschop heeft ingewijd. Na 2 jaar is Sint Marcus teruggegaan en is hij weer in Alexandrië teruggekomen, waar hij een kerk heeft gebouwd voor de christenen in een stad genaamd Bokalia. Op de 29e dag van de maand Paramuda, 68 jaar na de dood van Christus, was het feest van de opstanding. Dit was ook een feest voor de heidenen. Op deze dag zijn zij naar Sint Marcus gegaan, hebben zij hem meegenomen en aan een paard vastgebonden, waarna hij door de straten van de stad is gesleept. Op deze manier zaten de straten vol met het bloed van Sint Marcus. Daarna hebben ze Sint Marcus meegenomen en in de gevangenis gegooid. Toen Sint Marcus in de gevangenis was, is er een engel naar hem verschenen. Die engel zei tegen Sint Marcus: "Verheugt u, want uw naam staat in het boek des levens en u bent gerekend tot de gemeente der heiligen." Daarna is ook de Heere Jezus bij hem verschenen en heeft hij hem vrede gegeven. De volgende dag kwamen de heidenen weer naar Sint Marcus toe en hebben ze hem weer vastgebonden en door de straten geslepen. De volgende dag zijn de heidenen weer naar Sint Marcus gegaan, waarna ze hem weer door de straten hebben geslepen. Dit keer was het echter wel fataal voor Sint Marcus en heeft hij dit niet overleefd. De heidenen waren een vuurtje aan het maken om het lichaam van Sint Marcus daarin te verbranden. Maar God liet dit niet toe. Hij zorgde ervoor dat het begon te onweren en heel erg te regenen, waardoor de heidenen zijn vertrokken en het lichaam van Sint Marcus daar hebben achtergelaten. Op deze manier konden de christenen komen en hebben zij het lichaam meegenomen en is Sint Marcus begraven bij de kerk in Bokalia die hij zelf heeft opgericht. Mogen zijn heilige gebeden met ons zijn. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, één God. Amen.